Hallo en welkom bij Veerles Creatieve Hoekje. Vandaag al een eerste winterkaart. En we starten het winteroffensief met de cardio-stempels. Ik wens jullie heel veel kijkplezier. Met verwijderbare lijmroller kleef ik de ronde matjemask vast op mijn kaart. En de binnencirkel, die ga ik vastkleven met stenceltape. Aan de binnenzijde van mijn kaart ga ik met een bolpen langs de contour van de cirkel. En je kan dat tegen de venster doen. Als jullie een van mijn vorige video's met deze stencils hebben gezien, dan heb ik daar die tip in gegeven. Zorg dat de lijn goed erin gedrukt is, dus dat je aan de voorkant straks een mooie gedefinieerde cirkel hebt. Ik heb al een heuvelmaskertje gesneden, een A6 blaadje en op de onderzijde de B van bodem en de bovenzijde de T van top. Ik kleef de onderzijde op mijn kaart en ik ga Atlantic en Peony gebruiken. En ik breng eerst de Atlantic aan en daarna ga ik daarover de Peony aanbrengen. Vervolgens gaan we de palen met de prikkeldraad stempelen uit de Down at the Den set. En dat gaan we stempelen met Archival Jet Black. Laat de stempel rustig op je karton rusten. Zo geef je de inkt de kans om goed op je papier te blijven. Indien nodig, opnieuw beinkten en opnieuw afdrukken. En dan kan het onderste heuvelpapiertje weg. Let erop dat er geen lijmresten achterblijven. Dan gaan we die das gebruiken uit diezelfde stempelset. En die gaan we bovenaan stempelen naast onze palen. En dat gaan we ook met Jet Black doen. Gaan we ons onderste heuvelpapiertje opnieuw gebruiken om nog een extra heuvel te creëren.
Vanuit de set Wildflower Wood gaan we onder andere dat gras gebruiken. En dadelijk gaan we ook nog die lange tak met die blaadjes uit die set gebruiken. En dat doen we allemaal met de Archival Jet Black. De zwarte inkt die op onze stencil zit, die gaan we met een doekje op onze kaart wrijven. Dus we nemen de inkt op en we wrijven die over de rand op onze kaart. En zo wordt de bovenzijde wordt dan zo een beetje donkerder. Ik neem onderaan een beetje van de stenciltape weg, zodanig dat ik vrijheid heb. En ik ga ook langs de onderzijde, langs de rand van mijn ronde stencil, wat zwarte inkt aanbrengen. Als we dan de stencil dadelijk wegnemen, dan ga je mooi die lijn van die ronde stencil zien. Dus die binnenste cirkel, die mag nu weggenomen worden. En dan ga je zien dat uw cirkel mooi gedefinieerd is, helemaal rondom rond. Ik neem terug een bolpen. En ik ga de cirkel weer terug rondom rond trekken. We zijn weer even tegen de venster en een hele dikke bolpen gebruiken, zodat je lijn er staat. En dan daarna met een dunnere bolpen op je matje de lijn dieper maken. Maar omdat je die eerst al die omtrek hebt getrokken met een dikke bolpen, zie je beter waar je moet blijven. En dan mag je de stencil er helemaal af. Controleer goed op achtergebleven lijmresten, want die moeten allemaal weg zijn. Tot slot gaan we nog dikke sneeuw aanbrengen. En dat doe ik met mijn fijne lijmapplicator, waar witte PVC-lijm in zit. En ik breng die hier en daar aan op mijn kaart. En daarna strooi ik daar wit glitterpoeder overheen en goed laten drogen. En dan is onze kaart helemaal klaar. Onze eerste winterkaart. Ik dank jullie weer voor het kijken. Klik op de abonneren knop als je dat nog niet hebt gedaan. Of op de bel als je graag wordt verwittigd bij een nieuwe video. Bedankt ook voor al jullie berichtjes onder de video's. Dat vind ik altijd zeer leuk om te lezen.
Zijn daar vragen bij, dan ga ik die zeker ook altijd daar beantwoorden. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Dag!